VBA les 7 gaat over de message box, in het Nederlands een dialoogvenster genoemd. In eerdere VBA lessen heb je kunnen zien dat ik de message box heb gebruikt om een mededeling te doen richting de gebruiker. Maar je kunt de message box ook gebruiken om de gebruiker om een antwoord of reactie te vragen. Heel concreet betekent dit dat de gebruiker drukt op een van de knoppen die in de message box wordt getoond. De message box kent een aantal standaard elementen, namelijk de titel, het icoon, de tekst en de knop of knoppen. De tekst is een verplicht element in de message box en moet expliciet geprogrammeerd worden in de VBA-code. De titel, het icoon en de knop of knoppen zijn niet verplicht. Ik laat je dadelijk zien wat dat betekent. Verder geldt dat in de VBA-code naar titel wordt verwezen met het Engelse woord title, naar de tekst met het Engelse woord prompt, naar de knop of knoppen met het Engelse woord buttons en ook naar het icoon wordt verwezen met het woord buttons. Iets wat vreemd misschien, maar zo dadelijk wordt duidelijk hoe dit werkt. Ik ga een macro programmeren waarmee een messagebox met daarin een mededeling wordt weergegeven. Ik gebruik het commando messagebox gevolgd door een spatie en krijg dan een gele hulpregel. Deze hulpregel laat me zien welke elementen er allemaal op messagebox van toepassing zijn. Zoals gezegd zijn dat prompt, buttons, title en nog twee andere onbesproken elementen die weinig worden gebruikt. De elementen tussen vierkante haken zijn niet verplicht. Oftewel, ik hoef niet per se buttons en een title of titel te programmeren voor de messagebox. Maar de prompt, de tekst van een messagebox, staat niet tussen vierkante haken en dus moet die wel geprogrammeerd worden. Anders gezegd, een messagebox bestaat dus minimaal uit de tekst die weergegeven moet worden en verder zijn er geen verplichte elementen. Ik kan die tekst rechtstreeks tussen dubbele aanhalingstekens typen. Wanneer ik deze macro uitvoer, zie je dat Excel inderdaad het dialoogvenster toont met de tekst "Uw bestand is opgeslagen". Maar ik heb geen titel opgegeven en dan verschijnt de standaardtitel Microsoft Excel. Ik heb ook geen knoppen gedefinieerd in de macro en dus verschijnt standaard de knop OK. Daarmee kan ik het dialoogvenster afsluiten. Wil ik wel bewust een titel aan het dialoogvenster geven en bepaalde knoppen laten verschijnen, dan moet ik dat expliciet programmeren in de VBA-code. En terwijl ik dat doe, geef ik je meteen twee tips. De eerste tip is, zet voor elk element van de messagebox dat je bewust programmeert de Engelse naam van dat element. Uw bestand is opgeslagen is de tekst, oftewel de prompt in het Engels, van de messagebox. En dus typ ik het woord prompt, gevolgd door een dubbele punt en een is-teken. Ik kan nu later, als ik de VBA-code bekijk, makkelijk terugzien welk deel van deze messagebox-regel gaat over de tekst die getoond wordt, namelijk alles wat achter prompt staat. Daarna typ ik een komma en geef ik aan dat ik het element title invulling wil geven, gevolgd door een dubbele punt en een is-teken en dubbele aanhalingstekens om de titel van de messagebox te definiëren. Het laatste element dat ik wil programmeren zijn de buttons en het icoon. Ik kan dat doen door een komma, een spatie en dan het woord buttons in te typen, maar zoals je ziet gaat de VBA-regel waarschijnlijk buiten mijn scherm lopen. Om de macro toch leesbaar te houden, typ ik nu een laag streepje, gevolgd door Enter. En daarmee laat ik VBA weten dat de code doorloopt op de volgende regel. Op de volgende regel wil ik de buttons definiëren met een dubbele punt en een is-teken. En nu krijg ik een aantal mogelijkheden. Een aantal van deze mogelijkheden heeft betrekking op buttons. Een aantal van deze mogelijkheden heeft betrekking op het icoon. Ik begin met de buttons. Ik wil dat er niet alleen OK verschijnt, VB OK only, maar ik wil dat er een OK en een cancel button verschijnen. Ik dubbelklik op deze optie met mijn linkermuisknop. Ik typ een spatie, een plusteken en nog een spatie en kies nu ook het icoon dat ik wil laten verschijnen. In dit geval is dat het uitroepteken, VB exclamation. Ik dubbelklik op deze optie en nu is mijn code gereed. Ik voer de macro uit met F5 of de afspeelknop en zie nu dat het dialoogvenster verschijnt met als titel mededeling, dat heb ik ook opgegeven,
met als prompt of als tekst uw bestand is opgeslagen. Ook dat is expliciet geprogrammeerd. Met de knoppen OK en Cancel, die inderdaad aanwezig zijn. En met het icoon uitroepteken VB exclamation. En ook dat is zichtbaar. Tot op heden heb je een messagebox gezien waarmee je mededelingen doet. Er staan wel knoppen op, maar die knoppen hebben niet echt een functie. Zodra de gebruiker erop drukt, verdwijnt de messagebox met de mededeling. Maar het kan zijn dat je juist bijvoorbeeld een vraag wil stellen via een messagebox en dat je afhankelijk van het gegeven antwoord, afhankelijk van de ingedrukte knop, de macro een andere actie wil laten ondernemen. Hoe dat moet, laat ik je nu zien. Allereerst ga ik een variabele aanmaken. En als je niet weet hoe dat moet of wat dat betekent, dan raad ik je aan om VBA les 4 te kijken. Een variabele maak je aan met het woord dim, gevolgd door de naam van variabele. In dit geval heet mijn variabele antwoord, omdat ik straks het antwoord van de gebruiker wil opslaan in deze variabele. En deze variabele is van het type integer. En dat geef ik aan door as integer. De volgende stap is dat ik aangeef waarmee de variabele antwoord gevuld moet worden. Oftewel waar deze gelijk aan is. De variabele gaat gevuld worden met het antwoord dat afkomstig is uit de messagebox. De gebruiker gaat een knop indrukken en ik wil weten welke knop in de messagebox dat is. Ik typ dus messagebox. En in dit geval laat ik dat volgen door een haakje openen. Dat is nodig als je een variabele vult met het antwoord uit de messagebox. Voor de rest gaat het redelijk hetzelfde als bij de messagebox zoals we hem eerder hebben gezien. Je begint met het weergeven van de prompt, oftewel de tekst die je wilt laten verschijnen in de messagebox. Ik typ een komma, een spatie en geef dan aan welke titel de messagebox moet krijgen. Ik zie nu dat mijn VBA-regel buiten het scherm begint te vallen, dus ik ga even voor het woord titel een laag streepje typen en een enter. En zie dan dat title op de volgende regel komt te staan. En door dit streepje weet de VBA-editor dat de messagebox doorloopt in de volgende regel. Ik typ een komma en een spatie en nog een laag streepje om nog een keer een regel naar beneden verder te gaan met het programmeren. Ik geef nu aan dat de buttons VB yes, no moeten zijn. Dus op de vraag ben je 18 jaar of ouder kan alleen het antwoord ja of nee komen. En met nog een plus en een spatie ga ik vervolgens aangeven welk icoon er moet verschijnen, namelijk de VB question, het vraagteken. Ik dubbelklik erop in dit geval en ik sluit af met wederom een rond haakje. Ten slotte ga ik aangeven wat er afhankelijk van de ingedrukte knop moet gaan gebeuren. En daar gebruik ik de if then else statement voor. Weet je niet wat dat is of hoe die werkt? Kijk dan mijn VBA les 5. Ik geef aan if de variabele antwoord gelijk is aan VB yes, oftewel als in de messagebox de ja-knop wordt ingedrukt, dan moet er iets gebeuren. In alle andere gevallen, kortom als nee is ingedrukt, want het is de enige andere knop, dan wil ik dat er iets anders gebeurt. En tenslotte sluit ik de if-then-else statement af met end-if. Mijn macro is nu compleet en ik loop hem stap voor stap door. Ik gebruik daarvoor de F8-toets. De messagebox gaat verschijnen en ik heb daarin inderdaad de keuze om aan te geven ja, ik ben ouder dan 18 jaar of nee, ik ben niet ouder dan 18 jaar. Overigens zie je dat deze knoppen in het Engels staan weergegeven. De taal van de knoppen is afhankelijk van de taal waarin jouw Windows is ingesteld. Mijn Windows staat op Engels ingesteld en ook al heb ik een Nederlandse Excel, de Engelse Windows-taal wordt gebruikt voor yes of no voor de knoppen in dit dialoogvenster. Druk ik op ja, dan zie je dat de macro automatisch in cel A1 gebruiker is ouder dan 18 jaar gaat neerzetten. En dat gebeurt inderdaad. En daarna eindigt de macro, want er is verder geen andere knop ingedrukt. Er kan maar één knop ingedrukt worden. Dus de macro sluit. Ten slotte wil ik dat cel A1 aan het begin van de macro altijd wordt leeggemaakt, zodat er nog niks staat wanneer het antwoord wordt gegeven. Dat doe ik uiteraard met het standaard commando
range A1.clear contents, maak cel A1 leeg. Ik ga weer stap voor stap de macro laten uitvoeren. Als eerste wordt nu cel A1 leeg gemaakt. Vervolgens wordt de variabele antwoord aangemaakt. En wordt antwoord gevuld met dat wat de gebruiker intoetst op de messagebox. De messagebox verschijnt. Ik geef nu aan nee. De if-then-else statement ziet dus dat niet VB yes is ingedrukt. Dus automatisch VB no is ingedrukt. En schiet naar else. Else, gebruiker is jonger dan 18 jaar in cel A1 plaatsen. Dit gebeurt netjes. En end if, end sub. De macro is afgelopen.